Welke signalen geven aan dat het goed met mij gaat? Hallo allemaal, ik ben Mariska en vandaag deel ik met jullie de signalen waar ik dus merk dat het goed met me gaat. Want ja, met autisme kan je soms best wel focussen op de negatieve dingen. Dus juist de dingen waarin je merkt dat het niet goed gaat. Want ja, het leven kan best wel een belemmering zijn. Dingen kunnen tegenzitten, het kan vermoeiend zijn. Maar ja, ik ben ook wel steeds meer aan het focussen op dingen die wat positiever zijn en die me ook wat blijer en energieker kunnen maken. En daarom focus ik vandaag dus graag op de wat positievere dingen. Ik kom makkelijk uit bed. Voor mij is 's ochtends uit bed komen best wel een dingetje. Ik ben vaak heel erg duf en moe. En nou ja, als het zeg maar minder goed met me gaat, dan merk ik gewoon dat ik echt het gewoon niet kan opbrengen om uit bed te komen. Dat ik me echt moet forceren om eruit te stappen. Maar als het dus goed met me gaat, dan merk ik dus dat dat een stuk beter gaat. Een stuk makkelijker. Dat ik ook al bezig ben met wat ga ik vandaag doen. Ja, gewoon wat meer zin in de dag. Ik zie ook wat meer het nut van de dag in. En ook die waas die ik wel eens heb als het minder goed gaat, die is er vaak niet of nauwelijks. Dus dat maakt het voor mij gewoon een stuk makkelijker om uit bed te stappen. Ik doe klusjes. Ja, iets waarin ik echt kan merken dat het goed met me gaat, is als ik dingetjes wil doen. Dus klusjes in huis. Ja, hier in huis is best nog wel wat te doen qua schilderwerk en sauswerk. Dus als ik dan merk dat ik zin heb om bijvoorbeeld een plafond te witten of om houtwerk te doen. Andere leuke dingen in huis, dingen ophangen, decoreren. Ja, dat is echt wel een teken dat het goed met me gaat. Vooral als ik er echt zin in heb. En ook bijvoorbeeld klusjes in de tuin. Ik heb laatst bijvoorbeeld een plantenbak gemaakt, een tweede plantenbak. Waar ik dan ook echt wel weer heel trots op ben dat ik dat dan zelf gemaakt heb van resthout. En het feit dat ik dat dus kan opbrengen geeft aan dat er dus energie vrij is om zoiets te gaan doen. Ik kijk uit naar sociale activiteiten. Ja, sociale activiteiten kunnen echt wel heel erg vermoeiend zijn en overprikkelend. Ik probeer ze ook altijd wel wat af te bakenen. En ik merk dus echt een verschil als het goed met me gaat. Dat ik echt uit kan kijken naar een moment om vriendinnen te zien, om iets leuks samen te doen. Terwijl als het gewoon minder goed met me gaat, heb ik uiteraard minder energie. En dan dan is het soms echt van, oh ja, we hebben afgesproken, dus ik ga maar. En ook leuk hoor, maar ja, als het echt heel goed met me gaat, dan kan ik er gewoon al dagen tevoren naar uitkijken. Ik voel me rustig en tevreden. Ja, een hele goede pijler dat het goed met me gaat, is dat ik me natuurlijk gewoon goed voel. Dus rustig, tevreden, blij, vrolijk, ja, eigenlijk al die positieve dingen. Maar ik heb ook wel vaak het idee dat ik dan de dingen onder controle heb. Dus ja, waarschijnlijk heb ik dan gewoon een agenda die niet zo vol is. Ik heb het idee dat ik energie heb voor dingen, dat ik niet zoveel hoef te liggen. Ja, dat dingen gewoon oké en goed zijn. En dat zorgt dus ook voor dat mijn humeur goed is. Ja, dat het gewoon fijn is. Ja, ik wil niet, voor mij is gelukkig, zeg dat ik gelukkig ben, vind ik altijd nog wel een beetje lastig. Ik ben heel lang eigenlijk niet gelukkig geweest. Ik wil ook niet zeggen dat ik ongelukkig was. Maar ja, er zijn zeker wel dan echt wel geluksmomenten. Dat ik bijvoorbeeld gewoon lekker in de tuin zit. Een beetje voor me uit aan het staren ben. En dat alles een rust is. Dat ik niet al te veel... Ja, dat mijn hoofd niet zo de hele tijd aan het ratelen is. Dat is ook rustig. Dus eigenlijk is dat gewoon heel erg fijn. Het huis is op orde. Ja, iets waar je bij mij ook echt wel aan kunt aflezen dat het goed met me gaat, is als mijn huis op orde is. Dus dat, dat het opgeruimd is, dat het schoon is. En natuurlijk, het hoeft echt niet elke dag hartstikke schoon te zijn. Ik bedoel, er mag echt wel ergens wat liggen of zo. Maar de keerzijde dus ook, als het minder goed met me gaat, ja, dan slingert er gewoon meer rond. Dan kom ik niet aan schoonmaken toe. En ja, als ik dus genoeg energie heb en het goed gaat, dan lukt het mij dus gewoon wel om de dingen wat meer aan kant te houden. Dan ga ik in één keer de ramen lappen bijvoorbeeld. Dus dat is altijd wel een heel goed teken. En dweilen, daar heb ik echt een hekel aan. Dus als ik ga dweilen, of het is dat ik het van mezelf echt moet. Maar als ik echt denk van, ik heb wel eens even zin om de dweil doorheen te halen, dan gaat het heel goed. Ik beweeg dagelijks. Ik ben wel iemand die ervan houdt om op zich dagelijks te bewegen. Ik probeer elke dag wel even een half uurtje te wandelen. Ik doe ook oefeningen. Ja, dat probeer ik echt dagelijks te doen. Dus wat stretchoefeningen, maar ook wat krachttrainingsoefeningen. En ja, als ik die dus wat dagen oversla, is dat juist dus een teken dat het wat minder goed met me gaat. Maar als ik dan merk dat ik weer lekker fanatiek bezig ben en vol enthousiasme die oefeningen doe, dan denk ik,
zie je, dat gaat goed. Het werkt ook zo dat als ik dat allemaal doe, die beweging, dat het ook nog weer extra energie geeft. Dus ja, dat is gewoon win-win eigenlijk. Ik kook gezond. Ja, ook voor het koken van een goede maaltijd is natuurlijk energie nodig. Gewoon een goede vibe, zeg maar. En als ik echt ga denken zo van, oh, ik wil gewoon weer eens iets van een recept koken. Dus gewoon een nieuw recept uitproberen. Dat is een heel goed teken bij mij. Ja, daar kan ik dan ook wel echt heel erg van genieten om weer eens wat nieuws te maken. Om ja, iets nieuws te proeven, met een kookboek bezig zijn. Dat is gewoon een heel goed teken bij mij. En ja, het is gewoon ook heel erg dankbaar, hè, als je dan daarna lekker aanschuift. Ik vind het ook prima om gewoon voor mezelf te koken in mijn eentje, te genieten. En ja, ik denk altijd bij mezelf, lekker alles voor mezelf. Ik hou wel heel erg van eten, dus vandaar. Ik heb zin om dingen te ondernemen. Ja, ook om dingen te ondernemen is natuurlijk wel, ja, wel energie nodig, een fijn humeur en zo. En als ik er heel goed bij zit, dan ga ik altijd denken van, oh, zou ik eens weer eens een stad bezoeken of een museum of een keer naar een optreden gaan. En ik merk ook wel dat ik dat de laatste maanden ook gewoon wat meer probeer te doen. Dat ik mezelf ook dus wat, nou ja, die ruimte geef, prioriteit ook geef aan wat leukere dingen doen. Ik ben ook een tijdje geleden naar een optreden geweest hier in de buurt. Ik ben naar een museum geweest hier in het stadje. Dat wilde ik ook al een tijd graag. En als ik echt vooraf de energie van, als ik echt vooraf denk van, ah, ik heb er zin in en dus energie heb, dan ja, is gewoon een goed teken. En ik merk ook wel na de hand dat ik er gewoon heel blij door ben dan. Dat ik zoiets gedaan heb. Het geeft weer een soort frisse wind in het leven. En dat kan op zich ook weer energie geven. Maar ja, als iets wel ook tegelijkertijd heel prikkelrijk is geweest, dan kan het wel weer zijn dat ik dan de dag erop wel weer extra moe ben. Maar ook wel voldaan. Dus het kan ook wel soms twee kanten op gaan. Ja, dit is eigenlijk in het kort een lijstje van de dingen die, ja, bij mij dus zeggen dat het goed met me gaat. Ik denk dat het ook wel goed is om eens voor jezelf zo'n lijstje te maken als je dat leuk vindt. Want ja, ik ben ook wel iemand die, ja, weet je, ik had ook wel eens een lijst gemaakt van de eerste signalen dat het niet goed met me gaat. En daar zal ik misschien ook wel een keer een video over maken. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk om naar te kijken, hè? Een soort signaleringslijst noem je dat dan. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel echt signalen dat het wel goed met je gaat. En als je dan weet van, hey, ik zie nu dat ik dit doe, of dat ik nu in één keer aan het opruimen ben, of iets ga ondernemen. Ja, dat kan dus juist een heel goed gevoel geven, omdat je dan bevestigd krijgt dat je dus ook, dat het wel echt goed met je kan gaan. En dat, ja, dat is gewoon heel erg fijn en positief. Nou, ik hoop dat jullie wat aan deze video hebben. Als er dingen zijn die die bij jou zeg maar aangeven dat het echt goed met je gaat, deel die gerust onder deze video. Ik ben wel heel erg benieuwd. En dan zien we elkaar weer de volgende keer. Dag!